weer lekker spannend. Ik had nog wat lavendel liggen van de afgelopen zomer. Ik was er niet aan toegekomen om het allemaal te destilleren. En ik dacht, weet je wat, ik pak gewoon eens even mijn laboratoriumopstelling. En ik ga lekker lavendel destilleren. En dat gebeurt dus via een indirecte methode. Je ziet hier het water koken. Ik heb er daar kooksteentjes gedaan. Ja, en dan kan ik het nog niet laten. Ik heb daar dus kleine edelsteentjes in gedaan. En dan vervolgens gaat het water gaan koken. Dan gaat het via deze neopreenbuis in deze in dit vat. Deze fles. En daar zit het plantenmateriaal in. De lavendel. En dan gaat het uiteindelijk weer via deze buis. Die gekoeld wordt door water wat in en uit stroomt. Een heel klein stroompje. En daardoor het stoom dus kan neerslaan. En komt het dan terecht uiteindelijk in dit laatste vat. En dan zien we straks aan het einde daar de lavendel opdrijven. En daaronder is dan het hydrolaat van de lavendel. Ja, het is natuurlijk super leuk je eigen plantenmateriaal distilleren. En in de afgelopen jaren heb ik het al heel vaak gedaan. En ik zie dat het ook steeds meer in de belangstelling gaat komen. En het is ook heel erg leuk om met echte natuurlijke geuren te werken. En ze hebben allemaal verschillende eigenschappen. Ja, lavendel, dat is natuurlijk de moeder van alle oliën. Ja, wat je daar allemaal niet mee kunt. Op fysiek gebied, maar ook op psychisch gebied. Ja, lavendel kennen we eigenlijk allemaal als een hele kalmerende geur. Dat associëren we vaak met ontspanning, met vakantie misschien in Frankrijk. En vind je dit nou ontzettend interessant? Vind je dit een leuk onderwerp? Nou, dan moet je eigenlijk ook mijn boek lezen. Geurpsychologie voor iedereen. Te verkrijgen in alle boekwinkels en natuurlijk online.